Nova 30 heeft zich afgelopen zondagmiddag weten te handhaven in de hoofdklasse. De finale moest gespeeld worden in Wijchen tegen het Brabantse Nemelaar. Het was een wedstrijd die als legendarisch de historie ingaat. Afgelopen zondagmiddag moesten de lichte Vordenaren spelen tegen de Brabantse jongens van Nemelaar. Uiteindelijk won Longa de wedstrijd na verlenging met 8-5. Ja, het is eigenlijk heel moeilijk te bevatten, zeg maar, ook nog na de dag. Tenminste, als je terugkijkt, er gebeurde zoveel de hele wedstrijd door. En ik heb best wel wat al meegemaakt, maar niet dat het een hele wedstrijd, dat er van allerlei dingen gebeuren, zeg maar. Dus ja, het is fantastisch mee te maken. Maar ook omdat we natuurlijk aan de goede kant van de score blijven uiteindelijk. Dus, Ja, die geweldige wedstrijd gisteren was voor jou tevens een afscheidswedstrijd. Mooie kun je je toch niet voorstellen, hè? Nee, echt niet. Een mooie afsluiting van het jaar heb ik niet kunnen wensen, denk ik. Naar eigenlijk een seizoen met veel tegenslagen die we als Longa zijn hebben gehad. En mijn transfer richting AZSV, ja, dan is dit echt een zo mooi afsluiten van het seizoen. Ja, beter had ik echt niet kunnen wensen. Hoe kan het dat jullie met een half uur spelen al op 3-0 achterstand stonden? Ja, ik denk zelfs 20 minuten. Eigenlijk wisten we hoe ze zouden voetballen, waar het gevaar vandaan kwam. En ondanks dat gebeurde het ook. De linksbuiten was goed, schoot twee ballen binnen. Ik moet zeggen dat ze ook een paar keer goed door het middenveld heen combineerden. Dat beter dan we eigenlijk hadden gedacht. Sta je op 0-3. Maar het rare was wel dat wij eigenlijk, ook al was het 0-3, we hebben ook 3-4 echt grote kansen gehad. Die we er niet in kregen. Gelukkig vlak voor de rust maakten we er nog één. Maar dan hadden we ook nog een levensgrote kans om op 2-3 te komen. Ja, zo'n tweede helft, dat was nog een beetje, in het begin was het een beetje aftasten. Totdat Bjarne dan een fantastische actie had in 2-3. En toen voelde je eigenlijk dat er weer zoveel loskwam. 10 jaar geleden was het gisteren dat je pa is overleden. Wat deed dat met je gisteren? Ja, een beetje geëmotioneerd. Het was vooral de emotie dat ik na de wedstrijd mijn moeder zag. Dat zij dan ook zo blij en zo trots dan, weet je wel, was. Dat deed mij dan het meest. Dacht u ook aan hem tijdens de wedstrijd? Zeker. Elke keer als je dan een beetje die bal of zo denkt van de kansje hebt gehad. Van, hij gaat er net niet in of zo. Ja, dan denk je er wel elke keer daaraan. En dan scoor je. En toen? Ja toen kwam de ontlading wel een beetje. Een beetje tranen in de ogen, toch wel. Ja, gaf een goed gevoel. Ja, het was gewoon een kwestie van tijd dat ook weer de 3-3 viel. Nou, dat lukte, maar ik moet eerlijk zeggen, een minuut later verdedigen we even niet goed. En het was weer 3-4. En nou, daarna ging Siep in de fout. Helemaal open goal, maakten ze 3-5. Ja, dan denk je wel, jongens, weet je wel. Je scoorde ook nog de 6-5 voor het eerst dat jullie in de wedstrijd op voorsprong kwamen. Hoe voelde dat? Meer een opluchting voor mezelf. Omdat ik natuurlijk de 3-5 achter, die kwam, was een grote fout vanuit mezelf. En toen ik dan die 6-5 in de verlenging meteen scoorde. En natuurlijk dat we ook de eerste keer in de wedstrijd op voorsprong kwamen. Dat was echt een opluchting voor mij. En ook gewoon het hele team in die hoek bij de Longa fans. Ja, dat was gewoon zo'n mooi moment. Dus ja. Ik hoorde dat je echt een dijk van de wedstrijd gespeeld hebt. Ja, ging wel lekker. Voor de verdediging op 6. Dus bij het vastzetten veel lange ballen van de keeper. Dus ik kon mooi de duels aangaan daar. Dus dat is wel een fijne positie voor mij. Je bent verdediger en dan scoor je ook nog. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Je staat 5-3 achter. Met behulp van een verdediger, moet ik wel zeggen, scoren we de 5-4. Dus dat is ontlading. Zie je alle bekende vrienden langs het veld staan. Dus dat is fantastisch. Of dus zeg maar na de 2-3 minuten in de verlenging de 6-5 maakte. Ja, toen moesten zij voor het eerst van de goal af voetballen, wat ze niet hebben hoeven doen. Ja, en toen werden ze heel kwetsbaar en daar hebben we daarna goed van geprofiteerd. Maar in die 90 minuten is echt ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Zin in het nieuwe seizoen, ook weer met derbies als tegen Zeeuwent en Zulvolde? Ja, natuurlijk. Dat zijn de mooie potjes natuurlijk, met veel toeschouwers, veel bekenden. Dus dat zijn de potjes waarvoor je eigenlijk op voetbal zit, daar geniet je van. Met vooral de hele sfeer, ook zoals bij Nemelaar, van beide kanten een goede sfeer. Dus hij dan op het veld staat, krijg wel kippenvel.